al die dozen eruit gaan, hè? Dat er weer niet een paar van die dozen blijven Goedemiddag staan. Samen. Goedemiddag. Goedemiddag, agenten. Wat kan ik voor u doen? Wij wilden hier even een kijkje nemen als u daar geen bezwaar tegen hebt. Iets niet in orde, agent? Nou, dat hoop ik niet voor u. Maar wij hebben een tip binnengekregen. Het zou gaan om smokkelwaar. Smokkelwaar? In mijn loods? Ja, er gebeuren een hoop rare dingen in de haven, hè? Hele rare dingen. Ja, maar ik verzeker u dat alles in orde is. Ik heb hier al een vrachtbrieven. Die vervalsingen, die worden ook steeds knapper. Niet van vals te onderscheiden. Ik ben bang dat brigadier Dommelmans deze doos hier toch aan een klein onderzoekje zal moeten onderwerpen. Ik ben ook heel erg bang. Brigadier Dommelmans. Hé, dat gaat toch zomaar niet? Sorry, wij worden ook maar gestuurd. En brigadier Dommelmans, nog iets verdachts gevonden? Iets heel verdachts. Tja, wat moet ik hier nou van denken? Wat bedoelt u? Dat zijn gewoon cd's. Pop, klassiek, house, diverse artiesten, hele gewone waar. Nou, het ziet er anders behoorlijk nep uit. Volgens mij zijn het allemaal illegale opnames. Heel erg illegaal. Ik ben bang dat wij op deze doos dus beslag moeten leggen. Beslag leggen? Jij bent hier nou helemaal gek geworden. En dat klinkt mij in de oren als een belediging van een ambtenaar in functie en obstructie van het onderzoek. Brigadier Dommelmans, pakt u even de handboeien erbij. Meneer wil graag een lift naar het hoofdbureau. Nee, sorry agent, zo bedoelde ik het hem ook weer niet. Maar die cd's moeten vanmiddag wel de deur uit naar de klanten. Voorlopig gaat er helemaal niks de deur uit, behalve deze doos. En voor de zekerheid, deze. En deze. En pas als de echtheid is gecontroleerd, kunnen we deze handel weer vrijgeven. En nog bedankt voor de medewerking. Dat zal vast en zeker strafvermindering tot gevolg hebben. Die moet er vanmiddag nog uit. Kom op. Nou, dat krijg je weer gesmeerd, Kees. Die pakjes van die toneelvereniging die brengen u geld wel op. Je zit voor meer dan 3000 gulden als ze deze in. Hey, Johnny. Dat is die klote uit die andere loods. Die heeft de kippen erbij gehaald. Rustig aan, Kees. Niks laten merken. Agent! Agent! Oh, shit. Die twee moeten jullie hebben. Rennen, Kees! Drie balen Brazilië hebben ze meegenomen. En bij jou? Niks. Ja, ik zag meteen dat het geen politie was. Kees. Moet je kijken, Johnny. André Alberti stroomt iets, alle drie de delen. Ja, maar die zijn nog van voor zijn operatie. Die klinken van geen meter. En hier, alle 13 blind. Kerstlichtjes om naar uit te kijken. Kom mee, Kees.
lekker. Wanneer hebben ze eigenlijk een lunchpauze? Ik heb anders ook wel honger. Hou je vast, Kees. Wat ga je doen? Slurproeten. Zo weinig verkeer. Dat dienen we een aanklacht in wegens roekeloos vlieggedrag. Dit is de laatste keer dat wij in de haven zijn geweest. We hebben toch mooi 3 balen koffie. Dat is heel mooi, Kees, maar wie drinkt er nou koffie bij ons? Sjaki? We moeten maar eens wat anders zoeken. Ik geloof dat we nou elke loods wel gehad hebben. Ik vind die uniformen toch best geinig. Misschien kun je nog wat parkeerbonnen uitschrijven? Toeristen willen er nog wel eens intrappen. Hij boft, lak zit in de groep. Gaat daar een beetje onze auto snijden, de gek! Die gasten zijn een gevaar op de weg. Moet je hem nou toch eens even zien. Eerst alle haast van de wereld, nou legt hij tussen de bloemen te pitten. En zijn klanten, maar wacht, hè. Zeg, Johnny, wat betekent dat eigenlijk? 5 Sonnendaal. 5 Sonnendaal? 5 jaar Sonnendaal? Klinkt als een veroordeling. Nou, echt veel haast heb die pizzaboer ook niet. Ja, die gasten lopen de kantjes er vanaf. Voor je het weet zitten zijn klanten met koude pizza's. Getverderrie. Ik hou niet van met vissen erop. Ik wel. Geef me hier. Alsjeblieft. Veel plezier daarmee. Jullie hadden eerst wel eens kunnen vragen wat voor pizza we lust in plaats van meteen met zo'n stapel thuis te komen. Ach, we wilden je verrassen. Wat is dit? Dat lijkt me salami. Dat is een soort van bloedworst, ma. Oh ja? Als het bloedworst is, waarom noemen ze het dan salami? Geef deze maar een Kees. Jij houdt toch wel van salami? Hey, Jezusvlees. Hebben jullie niets vegetarisch? Vegetarisch? Is dat de menu-suggestie van het nieuwe vriendje van je? Groente is gezond. Van vlees word je agressief, zegt hij. Dat kan kloppen. Als Kees hier een hard wijf ziet, dan gaat hij helemaal uit zijn bol. Get ei. Momentje, ouwe. Jij kent niet tegen eieren. Dan ga je van ruften. Nou, vooruit. Is die ouwe eigenlijk vandaag al uitgelaten? Hij stinkt behoorlijk. Het was toeterbeurt. Ik heb het gisteren gedaan. Je hebt hem alleen maar in de tuin gezet. Moet jij zeggen. Jij hebt hem vorige week aan een vuilniswagen vastgebonden. Weet je wat, stelletje galbakken. Jullie doen het straks maar samen. Maar loop wel een extra blokje met hem rond. Als hij eieren heeft gehad, moet je hem niet in huis hebben. Ach, ananas. Dat is altijd feestelijk. Zes op de schaal van dichter.